9 april, een belangrijke dag voor de politieke partijen die zullen participeren aan de verkiezingen. En zo hebben wij dan gehad de SPA die ook haar stukken op deze dag heeft ingediend op de verschillende hoofdstembureaus in de districten waar zij zullen participeren aan de verkiezingen van mei 2020. Wij voeren nu naar het vraaggesprek welke we hadden met een der indieners van deze stukken voor de SPA bij hoofdstembureau Paramaribo. Stand is op welke partij zullen de aanhangers van de SPA daarmee komen we nog uit. Het zal bekendgemaakt worden door de voorzitter. Ja, er is ook een samenwerking geweest met DA 91. Nu merken we dat DA 91 juist is gaan samenwerken met DRS. We weten ook dat DRS eigenlijk een afsplitsing is van de SPA. Hoe kijkt u daarna? Nou, ze hebben de vrijheid. Elke partij heeft de vrijheid om dat te doen. En die overeenkomst die we hadden, het partnerschap. De dingen die daarin waren opgenomen, deden geen opgeld meer. Dus vandaar dat we toen afscheid van elkaar hebben genomen. Maar dat neemt niet weg dat de partijen, dat de mensen contact hebben met elkaar. Ja. Nu, u zegt, doet mee in een aantal districten. Ja. De SPA is een partij met ook een voet, vakbeweging, etc. Ja. Maar helaas, deze periode niet in het parlement, is 2020 een comeback voor de SPA? Ja, zeker. Kijk, nu dat we op ons zijn aangewezen, zullen we zien wat die sterkte van. Dat moet nou bepaald worden. Want als je in combinatieverband samenwerkt, dan komt dat niet zo goed tot uitdrukking. En je hebt soms dat mensen niet tevreden zijn met die combinatie. Dus we moeten nou gaan nakijken van, we gaan er alleen in. Dus we zijn optimistisch dat we een beter resultaat eruit halen. We hebben op verschillende momenten gezien dat de president vooral de opmerking maakte van, heeft de SPA nog leden? Heeft de SPA nog... Ja. Natuurlijk hebben we leden, natuurlijk hebben we leden. Maar dat, net wat ik zeg, dus als je in combinatieverband samen gaat, dan is het lastiger dat je goed uit de verf komt. Je wordt misschien overschaduwd door de zogenaamde, zeg maar, grote partijen. En soms wordt er gezegd van, hey, je moet stemmen op degene die helemaal bovenaan de lijst is. Ja? En je kan niet overal meedoen, want je gaat moeten, het is give and take. Maar nu dat we op onszelf zijn aangewezen, dan moeten we aantonen dat we daadwerkelijk een partij zijn die eigenlijk kan opkomen voor de Surinamers. En dat we, hoe zou je het zeggen, levensvatbaar zijn. Ja? We slapen niet, we komen uit die vakbeweging. En er zijn ook prominenten van de vakbeweging op onze lijst. Knikkers denkt de SPA binnen te halen? Nou, laten we zien hoe het afloopt. Want we denken zeker dat we zeker aanspraak maken op een aantal zetels. Ja. Maar het is een kwestie van hard werken. Het is nou lastig om campagne te voeren, dus we zullen het slim moeten doen. En welke criteria hebben jullie toegepast om jullie kandidaten te plaatsen? Nou, het is altijd een uitdaging. Vooral als je met zoveel mensen zaken moet doen. Maar laten we zeggen dat we met de mensen praten. We nagaan of die mensen, zeg maar, de ideologie van die partij, dat moeten we overbrengen. We weten dat we hebben geen ervaring nog. We hebben nog niet trauma's van overlopers, hebben we niet in de partij. Dus vandaar dat je ook niet ziet dat we een of andere overeenkomst gaan doen. Dat zou ik net vragen. Ja, we zien dat erg populair is nu bij partijen. Hebben jullie ook boeteclausules? Nee, dat hebben we niet. Daarom zeg ik, we hebben die trauma's van bepaalde partijen waarbij het wel gebeurt. Dat hebben we niet. En ik denk dat het voor ons niet nodig is. En in deze periode van COVID-19, ja, is het nu voor de partijen om propaganda te maken vanaf nu? Hoe gaan jullie dat doen? Nee, dat zeg je. We gaan het slim moeten doen. We gaan via de internet, media, dingen. Social media. Social media. Gaan we het moeten doen. We gaan, je kan mensen ook gewoon opbellen. Dus je gaat het slim moeten doen. En het is lastig. Het is lastig om op deze manier een campagne te voeren. Maar we proberen het onderste uit de kant eruit te halen.